Hallo allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is eigenlijk officieel al woensdag, want het is 11:40. Dus ik begin de vlog vandaag wat later. Even niet op de maandag. Dat komt eigenlijk omdat ik het gewoon een beetje vergeten ben gisteren. Dus vandaar. Ik heb vandaag een lange dag school gehad. Ik heb op dinsdag altijd tot 7 uur les. En daarna ben ik nog gaan studeren. En Jannes had zangles. Voor de mensen die het niet weten, Jannes is een hele goede vriend van mij. Hij had zangles, want hij doet de vooropleiding. En toen was hij daarna nog even bij mij gekomen. En toen hebben we samen nog even gezongen. Dat was niet super mega, super serieus. Maar ik vind het alsnog leuk om nog even wat beelden daarvan in deze vlog te stoppen. Dus dat ga ik nu doen. Pamela en Jannes deel 2. Favoriete mensen? In hetzelfde lokaal. Dit. Hier was Alles. I still think of that day now and then. She sat straight, straight as a queen, yes. Only 8, but so proud and serene. With a sun in my eyes, she was gone. But if I'm in that crowd, thousands, I'd find her again. Made me feel like I was so cheap. That's what I can. Yeah, but maybe you were. Make it part of your story. Operate, passing by. A spot, not a cloud in the sky. Then a boy caught my eye. It's your mom. In a crowd of thousands. Then he called up my name and he started. Through the sun and the heat and crowd, and I tried not to smile, but I smiled. And then he bowed. Staan natuurlijk bij de mekking, maar waarom horen we dat helemaal niet? Nee. Oké, wat? Begin ik of begin jou? Ik begin dan. Dat was sowieso echt zeer gezellig. Morgen ga ik naar de Book of Mormon in Amsterdam. Samen met een klasgenoot van mij. Samen met Sam. En daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Ik ben echt super benieuwd. Ik ging er eigenlijk sowieso zaterdag al heen. Samen met mama. Maar nu kon ik via korting krijgen. Dus dacht ik ga gewoon nog een keer. Dus morgen ga ik naar de Book of Mormon. En dat is mijn eerste keer. Ik heb hem nog nooit gezien. Dus ik ben echt super benieuwd. En ik heb er echt mega veel zin in.
Dus ja, dat eigenlijk. En nu ga ik nog heel even Netflixen en dan ga ik slapen. Het is veel te laat. Ik ben morgen waarschijnlijk helemaal doodmoe. Maar ja, eigen schuld, dikke bult, hè? Hallo allemaal, het is vandaag woensdag. En Sam en ik zijn in Amsterdam. Amsterdam! Ja, allereerste keer in Carré. Ik ben er nooit geweest. Ja, dan, ja, dat is echt mooi. Maar we gaan naar The Book of Mormon. The Book of Mormon. Hello! 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 And I would like to share with you this most amazing book. Ik heb er zoveel zin in. Jij gaat zo genieten. Ik ben echt super benieuwd. Ik ga zaterdag weer, dus ik hoop dat ik het leuk ga vinden. Ik zaterdag weer? Dat wist ik hem niet. Ja, met mama. Dus ik hoop dat ik hem leuk ga vinden, want anders moet ik twee keer, ja. Nou, daar zitten we hoor. Hier zitten we dan. Yes. We hebben best wel prima plekje eigenlijk. Ik ben best wel blij. Nou, als ze lelijk zijn, zien we ze niet. Als ze knap zijn, moeten we een beetje verbeelding gebruiken. Top laat. Precies, zo is het. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik lag gisteren echt heel erg laat in bed en ik ging ook echt super laat slapen. Dus ik ben best wel moe nu. Maar goed, we gaan gewoon weer een dagje er tegenaan. De Book of Mormon was echt super, super leuk. Ik moet wel zeggen, ik had van tevoren heel veel mensen echt super euforisch erover horen praten. En mensen die het echt geweldig vonden en bla bla bla. Ik merkte wel dat dit niet per se mijn volledig mijn type favoriete show is. Maar het was wel echt super goed. En de humor was echt heel erg leuk. En ik ben wel blij dat ik zaterdag nog een keer ga. Want ik vind het wel heel erg leuk om hem nog een keer te zien. Maar ik kan wel zeggen dat het sowieso niet mijn favoriete voorstelling is. Die ik tot nu toe heb gezien. Dus ik heb gisteren ook een pakketje binnengekregen van My Jewelry. En die wil ik heel eventjes voor jullie openmaken. Ik heb wat sieraden mogen ontvangen van de Power Stones collectie. Dat is een nieuwe collectie op My Jewelry. Ik zal even uitleggen wat de collectie inhoudt. Nou, het is dus een nieuwe collectie. En het is een collectie sieraden met daarin Power Stones. Dus het zijn eigenlijk steentjes. En elk steentje heeft een andere kracht. Ik heb hier het briefje met alle krachten erop. Kijk er even naar. Dan kan je het zien. Ik zal het zo nog wel even extra voorlezen. Ik heb een ring mogen uitkiezen, een armbandje en twee kettingen. Dus ik ben daar echt super blij mee. Ja, ik zal ze even laten zien. Dit is de eerste ketting. Het is met het roze steentje erin. Leuk dat hij ook lekker scherp stelt. En daarbij staat brings calmness, harmony and attracts love. Dus als ik nu een keertje mijn man ga vinden, de man van mijn dromen, dan zou ik heel blij zijn. Nee, grapje, maar zou leuk zijn. Dan de tweede ketting. Deze, als hij scherp stelt. En hier zitten drie steentjes in. Hierin zitten rose quartz. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Dus de calmness, harmony en liefde. De labradorit. Dat is attract success, balance, brings positive energy. Dat is heel fijn. En de red jade stone. En daar staat brings strength, confidence and attracts luck. En hier bij dit kettentje zit ook nog een bedeltje. En daar staat op live, love, love. Dan heb ik hier nog een armbandje. Ik heb trouwens de twee kettingen in het goud. En het armbandje en de ring in het zilver. Want zo draag ik mijn sieraden. Ik draag alles door elkaar. Dus ja. Dit is het armbandje. Als hij scherp stelt. Ja. En dit is de labradorit stone. En dat is dus success, balance and brings positive energy. En dan als laatste de ring. En die heeft ook de labradorit stone. Sorry trouwens als ik het echt super Nederlands uitspreek. Maar ik heb geen idee hoe jullie het uit moet spreken. Dat is deze. Ik hoop dat ik deze pas. Want ik vind het altijd heel moeilijk om een ringmaat aan te geven. Zal ik je vertellen. Oké, ja. Ik kan hier. Heel nice. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Nou, dat. En ik ben er super blij mee. Maar ik moet nu echt even opschieten. Want ik moet zo meteen naar school. Dus ja. Oké, hoi. We gaan vandaag bij Solvers. Gaan we Caro uitschrijven. Ja, op papier. Dat is een melodische thee. Melodische thee van Caro. Doen we dat ook aan. Ja, dat is echt een A. Ja.
weet het. Ik weet die eerste drie al niet. Nee, nog niet. Maar ik weet nog niet wat ik moet opschrijven. Wij eten boerenkool vanavond met rookworst. Ja! Ja! Zo, ik ben weer lekker thuis van een avondje met Kees en Dirk. Het was echt super gezellig. Ik ben nu dus eventjes lekker in Tilburg dit weekend. Of tenminste, ik ga morgen naar Amsterdam. Dan ga ik samen met mama naar de Book of Mormon. Dan ga ik daarna terug naar Tilburg en blijf ik hier. En ik ben daar echt heel erg aan toe. Ja, gewoon chill om eventjes hier te zijn. Soms is dat gewoon echt even fijn. Dus ja, dat. Ik ga nu nog heel even Netflixen en dan ga ik lekker slapen. Het is 11:30 of zo, maar ik ben heel moe. Dus ik denk dat het niet lang gaat duren voordat ik in slaap ga vallen. Goedemorgen, of nee, is het nog? Het is echt een lange middag. Het is in ieder geval vandaag zondag. En ik ben al de hele ochtend bezig geweest met huiswerk. En ik moet gewoon best wel veel doen. Maar goed, het komt allemaal goed. Ik ben al een heel eind op weg, dus dat is fijn. Ik ga zo meteen na een hele lange tijd weer een keertje een video opnemen. Dat is echt 100 jaar geleden dat ik dat heb gedaan. Dus ik ben er oprecht gewoon een beetje zenuwachtig voor. Ik weet niet of ik het nog wel kan. Maar ik ga het zo meteen doen. Ja... Dat staat een beetje op de planning voor vandaag. Vanavond komt Judith bij me eten. Dus daar moet ik ook nog even boodschappen voor doen. Maar ja, de supermarkt is bij mij echt om de hoek. Dus dat heb ik zo gedaan. En ja, dat eigenlijk. Ik moet ook nog editen. Ik moet echt nog fucking veel doen. Dus ik ga nu even opschieten met dingen doen. Zo meteen komt Judith gezellig naar me toe. En dan gaan we samen eten. Volgens mij had ik dat al verteld vandaag. Maar goed, ik heb al gekookt. Dus ik hoef niet eigenlijk alleen maar water te koken en pasta te koken. Dus dat is echt helemaal top. Dat ga ik nu lekker doen. En ja, Judith komt er zo aan, maar het regent heel hard. Dus de arme meid moet door de regen fietsen. Judith, ik heb een verrassing. Maar je hebt het nu al gezien. Ik heb een cadeautje voor je gekocht. Waar heb je dit gekocht? Echt voor jou, ik ben serieus. Heb je niet betaald? Ja, echt wel. Dan kunnen we dat samen gaan spelen. 20 euro. Nee, dat heb ik niet betaald. Je pasta kookt over. Paniek. Ik heb het echt voor je gekocht. We hebben dit gekocht. Op de zwarte markt. Het was iets van 4 euro. Kunnen we samen spelletjes spelen? Ik wilde eigenlijk ook nog een K3 jurkje voor je kopen. Nee. Maar ze hadden je maat niet. Wat was de maat? Ja, te klein. Het waren alleen maar kleine maatjes. Maar ze hadden in principe ook jouw maat. Maar die hadden ze niet meer hangen. Wanneer ben je geweest? Echt 3 weken geleden of zo. En dat geef je nu? Ja, ik moest even een momentje vinden. Dus vertel eens wat ze gaat eten. Kaas met pasta. Of pasta met kaas. Kaas met pasta. Nou, Judith is inmiddels weer naar huis. En ik ga nu nog heel even de weekvlog editen. Want die wil ik heel graag woensdag een keertje op tijd online krijgen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het proberen. Ik ga nu even die pet van mijn hoofd. Ik ga bij deze ook lekker de vlog afsluiten. Want ik ga ook straks lekker naar bed. En anders vergeet ik het sowieso weer. En ja, ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!